Wim Daniëls. De Dikke Van Dalen bestaat volgend jaar 150 jaar. Er is geen boekwerk van Nederlandse oorsprong dat zoveel geraadpleegd is als Van Dalen. Het woordenboek is vernoemd naar de woordenboekmaker Johan Hendrik Van Dalen, die uit de Zeeuwse plaats Sluis kwam. Een paar weken geleden is in Sluis het Belfort Museum geopend, dat voor een belangrijk deel gewijd is aan de Dikke Van Dalen. Johan zelf trouwens was allerminst dik. In kranten kom je de bijnaam de Dikke Van Dalen vanaf de jaren 50 geregeld tegen. Zo stond in het dagblad Vrije Volk van 26 april 1958 een artikel over derde klaspassagiers in de vliegmachine die tijdens hun vliegreis voortaan alleen nog maar een sandwich zouden krijgen. Voor de betekenis van sandwich konden Nederlandse reizigers in de Dikke Van Dalen kijken, aldus die journalist. Zelf maakte ik voor het eerst kennis met de Dikke Van Dalen in 1970. Dat was in een bibliotheek, want thuis hadden we geen Van Dalen of een ander woordenboek. Bij een voetbalkeuring had de keuringsarts gezegd dat ik voorhuidsvernauwing had en dat ik daaraan geopereerd moest worden, maar dat ik me eerst bij de huisarts moest melden. Rare toestand vond ik dat, want ik voetbalde met dat hele ding helemaal niet. Ja, ik stond in de spits, dat wel, maar toch. En ik vond voorhuidsvernauwing ook zo'n raar woord, te raar om tegen de huisarts te zeggen. Daarom ging ik naar een bibliotheek. En in de Dikke Van Dalen die ik daar aantrof stond dat voorhuidsvernauwing ook fimosis genoemd werd. Dus toen ik de volgende dag bij de dokter kwam en hij vroeg wat eraan scheelde, zei ik: ik heb fimosis. Waarop de dokter vroeg: wat is dat? Blijkbaar had hij thuis evenmin een Van Dalen. Maar vanaf die tijd ben ik zelf de Van Dalen intensief gaan gebruiken. Vaak niet zonder verbazing. In de 10e editie uit 1976 stond bijvoorbeeld bij Beat Groep de volgende omschrijving: troepje dat beat music speelt. Er stond geen muziek, maar music. En er stond dus troepje. Troepje dat beat music speelt. Nu was die 10e editie samengesteld door Cornelis Kruiskamp, een man die er nooit een geheim van maakte dat hij de moderne jeugd verfoeide. In een interview met het Limburgs Dagblad had hij al lang een keer gezegd dat de jeugd zichzelf alle vrijheid toekende om normen aan te tasten en te verwerpen, maar dat ze een andere generatie niet de vrijheid gunde om zaken verachtelijk te vinden waar de jeugd zich mee bezighield. Kruiskamp zelf misbruikte vervolgens de Van Dalen om zijn verachting te laten blijken voor beatgroepen, troepjes die beatmuziek speelden. Inmiddels is een soort hoofdredacteur voor Van Dalen volstrekt ondenkbaar. Al betekent dat niet dat je in het woordenboek van nu geen rare dingen meer tegenkomt. In de laatste editie, de 14e uit 2005, staat bij het trefwoord zak bijvoorbeeld de volgende voorbeeldzin: stoute kinderen gaan in de zak van Zwarte Piet. Een bijzonder fenomeen in Van Dalen zijn de zogenoemde spookwoorden. Woorden die er wel in staan, maar niet bestaan. Een voorbeeld is honduré, dat vermeld stond in de 11e editie van Van Dalen uit 1984. Volgens de definitie was honduré het papiertje dat tussen voorverpakte plakjes ham en kaas wordt gelegd. Maar het woord honduré bestond en bestaat helemaal niet. Het werd destijds opgenomen om plagiaat te voorkomen. Als een andere woordenboekmaker ook honduré zou opnemen, zou meteen duidelijk zijn dat er plagiaat was gepleegd. Dat Van Dalen de bijnaam de Dikke Van Dalen heeft gekregen, wil niet zeggen dat er in de loop van de tijd alleen maar woorden bij zijn gekomen. Er zijn ook veel woorden verdwenen. Piekeniek stond bijvoorbeeld nog in de eerste drie edities, maar is daarna nooit meer gesignaleerd. Piekeniek. Het woord was rechtstreeks ontleend aan het Franse piekniek, picknick, maar dan op zijn Nederlands geschreven. Piekeniek. Je krijgt er al jeuk van nog voordat je tussen de mieren aan het picknicken bent geslagen. Maar het had zomaar ook een niet bestaande aandoening kunnen zijn die verzonnen was door een neuroloog om een rolstoel geregeld te krijgen bij een zorgverzekeraar. Of het was nog weer een andere benaming geweest voor voorhuidsvernauwing. Wat scheelt eraan? Dokter, ik heb piekeniek. 150 jaar Van Dalen. Daar gaan we nog veel van horen. Ja.